En van harte welkom bij Boekhandel van de Velden. We hebben hier de officiële presentatie van de Republiek geschreven door Hans van der Heijden. Die staat daar, maar we kennen jullie dus niet allemaal wel. Thans zijn wij een zelfstandige staat. Een kleine staat, maar een staat. Een republiek. De Vrije Friese Republiek. Ik zeg het nog maar een keer, al was het maar om mezelf ervan te overtuigen dat ik droom de Vrije Friese Republiek. Wat ik natuurlijk persoonlijk wel aardig vond, ik werk bij de Leeuwarder Krant, is dat er ook hier en daar, net zoals over de generatie van Piet van der Wal, zijn er ook wat van die mini-boetades over de krant die hier de Friese Courier heet. De Friese Courier in deze republiek, die gaat natuurlijk collaboreren, want daar zijn ze goed in. En er wordt een sportjournalist wordt hoofdredacteur, dat schijnt heel omineus te zijn. In jouw boek is het heel omineus. En waar ik mij wat over verbaasd heb, is eigenlijk die Siebe Siebesma in de krant. Want de hele tijd ontbiedt die Azing Boschut, dat ben ik dus. En hij geeft me dan een stukje en die drukt het dan ook zo min of meer in de krant. Die stelt niet een vraag of niks. Wat is dat voor een sukkel? Zijn dat sukkels, die journalisten? Ik moet nou vreselijk oppassen natuurlijk, want dat is de Leeuwarder Krant ook mijn brood hier. Vandaar dat het de Friese Courier is. Ik wil als iedereen weet dat de Friese Courier al lang geleden ter ziele ging. Dus in die zin ben ik niet echt te pakken natuurlijk, maar wat ik er wel een beetje in verwerkt heb, toen ik ooit voor het eerst op die redactieauto verscheen, toen dacht ik, want als ik kwam daar binnen met het idee dat krantenredacties dat gewoon dynamische, bruisende plekken zijn. Maar ik kan u verzekeren, dat is absoluut het geval niet. En nou, daar wou ik toch een paar pittige dingen over zeggen, en dat heb ik hier gedaan. Maar ook al wil je daar niet van afzien, ik lees nu even voor, dan is het nog maar de vraag of de Friese Courier zich hieraan waagt. De hoofdredactie heeft nooit uitgeblonken door moed. Zeker niet als die lezers kan kosten. Ik merk trouwens dat ook mijn collega's de laatste tijd een stuk voorzichtig zijn geworden in hun formuleringen en keuzen van onderwerpen. Bang voor repercussies. Al zijn het maar stapeltjes ingezonden boze brieven, kunnen ze hun neiging tot zelfcensuur niet onderdrukken. Dat is niet zo, je ziet het niet zo zitten met die krant in de Friese Republiek. Een beetje plagen, minister. Het gaat hier over een boutade van Siebesma over dominees. En de merkwaardige strapatsen die die uithalen. Nou ja, de rest blijkt wel uit het gebied. Een uur van schroeiend hemelvuur, geranseld van de kansel. De kerkgenoot, heb genaam mijn God en laat mij toe tot zijn hemelses werk. En maak eeuwigheid van dood. Maar zij is een mevrouw die in de kerk zit. Zij wenst er nog voordien gekust. En het vuur geblust van de smidse in haar schoot. Haar man, een ouderling, zijn lidmaat zeer gering, nam de zondags middenrust. Onder het eerste glas, vroeger hadden dominees zo'n zandloper op de kansel. En dan had je een preek van één glas, of twee glazen, of drie glazen. Onder het eerste glas had zij in kaarsenwas geschreven: het hooglied, dominee, beschrijft dat niet het ware vuur van het leven? Na het tweede glas en na de mee van jonge Klaren, zo om een uur of zeven, kom dan maar achterom. Voor één, twee glazen zonde van kussen en bekenden in mijn sponde. Mijn echtgenoot, hij is de ware. Maar na al die jonge Klaren is hij als lidmaat dood. En ik, mijn schoot in lichte laaien, ik kan alleen maar denken: domnee, daar sta je. Hoe u in mij te wenken? De predikant, hij las het glas, zijn stem verhief en spuwde vlammen van verdoemenis en hel. Voor u de kommer en de kwel, maar zijn ogen zochten het lief. Als ik dan toch, gepredestineerd, moet binnenvaren in de hele dood, waarom niet eerst en onverveerd mijn lid, mijn bokkenpoot, in zilte nat gestoken van uw schoot? Na het tweede glas, de kerk des sprekers geesel amper zat, de predikant, hij bad. Maar het was niet verlossing die hij zocht, nog Godes levensles. In stilte bad hij bes, of zij het vermocht om hem de kracht te geven, om twee glazen zonder sneven, zolang als hij de zielen had staan beuken, zijn witte stijven om te neuken. Ja. Ja.